Goeiedag. Mijn naam is Jan Alderhoven en ik ben beeldhouwer. Dat ben ik niet vanaf den beginne, maar het is inmiddels zo'n 45 jaar geleden dat ik in Tilburg op de academie de MO-akte handvaardigheid deed. Daar kon je dus een onderwijsbevoegdheid halen dat je les kon geven, want ik dacht toen al, het beroep van kunstenaar is zo onregelmatig van inkomen, dan verkoop je iets en dan heb je wat en dan verkoop je weer een hele tijd niets. Ik ga er ook les bij geven. Dat heb ik gedaan ook. Ik werd leraar handvaardigheid en werkte met kinderen, maar ook jongeren in het voortgezet onderwijs. Ik heb met geestelijke gehandicapten gewerkt in de kunsteducatie en uiteindelijk ben ik consulent geworden voor het onderwijs, onderwijsbegeleider in de kunsteducatie in Gelderland voor de scholen, basis en voortgezet onderwijs. Ik wilde uiteindelijk ook nog steeds beeldhouwer worden. En beeldhouwer doe je niet tussendoor, tussen de soep en nadappelen. Dan moet je tijd van nemen in je hoofd, het groeien van ideeën, moet je gevrijwaard zijn van allerlei afspraken en sores die ik had in het onderwijs. En in de uitvoering heb je veel tijd nodig. De beelden die ik maak kun je onderscheiden in twee soorten. De intuïtieve beelden, dat zijn meestal grillige stammen die ik krijg. Dan put ik de inspiratie uit de vorm en de grilligheid van de stam zelf en de tekening die het oplevert in de houtstructuur. En die beelden, die zitten voor 80% al in die boom. Die hoef ik alleen maar uit te kleden, de schors eraf te halen, staat die in zijn blootje. En dan voeg ik iets toe, een kop van een monster, of die zit er al half in, of de poten, vaak draai ik hem om, dan zijn dat de takken worden dan poten. En dan meestal een mythologisch monster. De tweede soort beelden die ik maak, dat zijn de mensfiguren. Dat is bijna een technisch procedé. Ik begin met een mooi nichtje van me te fotograferen in een houding, zittend, staand of liggend. En die fotografeer ik helemaal rond. Alle standpunten heb ik in beeld. En dan aan de hand van die foto's die ik heb, ga ik een schaalmodel maken voor dat beeld. En dat schaalmodel maak ik uit een stam van klei gevormd, schaal 1 op 10 van de stamgrootte. En dat durf ik ook met de kettingzaag in het grote beeld met de ruimtelijke raster werk ik dan ook. Dat leg ik dadelijk wel uit aan de hand van een beeld, een voorbeeld. Die menselijke figuur. En daar werk ik ook veel langer aan als aan die intuïtieve beelden, want dat moet ik helemaal scheppen uit die stam. En de bron voor alle beelden zijn de verhalen uit de mythologieën van allerlei culturen. De Grieken, de Kelten, de Romanen. De Germanen, de Egyptenaren enzovoorts. Veel mythologische verhalen. Hier zien we een voorbeeld van die menselijke figuur. Die conceptuele beelden waarbij mijn nichtje model heeft gestaan in een houding die ik mooi vond. En gefotografeerd heb en een schaalmodel gemaakt. Dat staat hier, dat zullen we zo meteen in beeld brengen. Maar hier het resultaat. Dit is mijn nichtje. En die beelden die duren wat langer, want dat moet kloppen. Dat moet anatomisch juist zijn, dan moeten de verhoudingen goed zijn, de vormen. En je ziet dat overal het anatomisch verantwoord is om haar zo uit lindenhout te hakken. Ik ben wel de man van de grote lijn. Details doe ik niet, vaak geen hoofden en armen. Die leiden alleen maar af, in plaats van dat ze iets toevoegen. We staan hier bij de vitrine waar schaalmodellen in staan van mijn menselijke figuren. Beelden die ik ooit heb gemaakt en in het groot vertaald. Maar dit is de basis. We hebben hier Filera bijvoorbeeld als schaalmodel voor dit beeld in het klein. Dan maak ik precies van klei de lengte en de diameter van de boomstam die ik heb na. En dan laat ik dat leerhard worden en dan schraap ik met een aardappelmes het beeld uit van Filera, zoals ik denk dat ik het uit hout moet maken. Dan zet ik er van ijzerdraad weer ringen omheen, wat de diameter was.
60 centimeter hier, 6 centimeter hier. En de lengte. En die teken ik die lijnen ook op de stam. En dan kan ik precies zien van ring 1 naar halfweg 2 tot de borst kan ik een schuin gedeelte wegzagen met de kettingzaag. Zou ik 2 dagen op hakken. En in 10 minuten heb ik er wat afgezaagd. De holte van de rug, van die bovenste ring af, zo schuin naar beneden en zo schuin omhoog tot ring 2, zaag ik zo de holte van de rug uit. Deze, ring 2 is hier op de stam getekend en deze zo schuin. We zien hier weer mijn nichtje staan, maar nu heet ze Melia. En Melia heet, dat heeft te maken met boomsoort die je kreeg, een S. Een S heeft een hele markante tekening tussen zomer- en winterhout. Hele donkere lijnen. Winterhout en lichtbruine zomerhoutkleur. En dan lees ik in het mythologische verhaal dat in Griekenland boomnimfen wonen tussen de bomen die ze ook beschermden. En Melia is een van die boomnimfen en die stond voor de bescherming van de essenboom. En het mooie van het verhaal is ook nog, dat waren hele mooie jonge meisjes. En die goden die lusten daar wel paf van, die zaten er achteraan. En dan konden ze zich transformeren in de boom die ze beschermden. Dus hier staat Melia getransformeerd in een essenboom. En we zien die scherpe, markante tekening. Rond die borsten vormt dat cirkels, omdat dat zeg maar jaringen doorbreekt steeds. En geeft dat die cirkeltekening en de buik ook, hè, dat welft ook naar buiten toe. En je krijgt zo'n kraag altijd, dat drapeert zich rond die schouder. Het lijkt wel of ze een kanten jurk aan heeft. Hier zien we een voorbeeld van een intuïtief beeld. Oorspronkelijk was dit beeld een olijfboom. En die olijfboom die heb ik omgevormd tot een Grieks mythologisch monster, de Minotaurus. Die olijfboom was dood, stond ergens in een tuin, kapot gevroren en daar wilden ze kachelhout van maken. Maar de buurman die ik ken, die heeft hem gered door mij te bellen. Ik ben met een aanhanger kachelhout daar naartoe gegaan en een deal gemaakt. U krijgt gratis dat kachelhout en ik leef die boom voor u om als ik de stam mag hebben. Want ik zag in die stam de kop van een monster, een enorm gezwel op één van de takken. 5 takken had hij. En die 5e tak heb ik een bek van gemaakt. Die zit hieronder. En daar zat een enorm gezwel. Ik zeg dat is de kop van een monster. Ik zie het al. Ik heb hem op kop gezet. Want de takken zijn de poten geworden. Die heb ik gelijk gemaakt. 4 poten. Een enorme kop. En de stam. Meestal heeft een olijf een korte stam van 1,5 meter. Die heb ik er afgezaagd. En organisch meegevormd. Dat er nu een monster staat. Dit beeld is al voor 80% door moeder natuur geschapen. En ik heb er alleen maar afgepeld de schors voorzichtig zonder te beschadigen. En her en der bijgevormd en gevlakt en een bek eraan gemaakt. Klaar. Snel beeld. Wederom een olijf. Grillig gevormd. Ik krijg die ook weer aangeboden. Ook doodgevroren. Ik doe de schors voorzichtig af en ik zeg tegen mijn vrouw, het zijn net slangenlijven die elkaar overkronkelen om te kunnen ontsnappen. Het enige wat ik gedaan heb is op alle takeinden slangenkoppen te hakken. De vorm van een slangenkop. 5 slangenkoppen. De stam ook weer afgezaagd, het mag niet meer op de boom lijken. En ook horizontaal opgehangen. In een zwart gat komen ze naar buiten kruipen. Die houden hier de wolf in de gaten, de wacht. Als een dief daar over de schutting klipt, dan schrikt hij zich een hoedje. Een monster. We zien hier de 4 zonen van Horus. Dit beeld heb ik gemaakt, het is een serie van 4 beelden eigenlijk, naar aanleiding van de boomsoort, de taxus. De taxus is keihard, helemaal giftig, bloedrood van binnen en spierwit van buiten. Dat wordt onder invloed van de zon minder bloedrood, maar minder als dit wordt het niet meer. Dat is echt veel donkerder en dit wordt lichtbruin. En waarom heb ik dat verhaal gemaakt uit die taxus? Omdat de taxus in alle culturen de boom des doods is. En dan ga ik googlen dode verhalen en waar is
uitgebreid bij de dood stilgestaan. In de Egyptische cultuur, de farao, die was nog niet geboren of ze begon al met de voorbereidingen van zijn dood. En als hij dood was, werd hij gemummificeerd in een sarcofaag gedaan. Zijn ingewanden gingen in 4 vazen. En die vazen heette kanopen. En daar zaten zijn ingewanden in. En de deksels van de vazen waren de koppen van de zonen van Horus. Want die hadden geen mensenhoofden. Eentje wel. Eén had een mensenhoofd, dat is deze. Maar de andere 3 dieren. Een havik. Een jakhals. En een baviaan. En ja, dan is de cirkel weer rond. De boomstam die je krijgt, de taxus, boom des doods, in alle culturen, eeuwenoude begraafplaatsen, vind je eeuwenoude taxus in die landen. We zien hier weer een taxus. Meer dan 100 jaar oud. Het is een hele trage groeier en daarom is het ook heel hard hout. Ik heb het al bij de zonen van Horus verteld. Taxus bloedrood van binnen. En de buitenkant is spierwit, maar dat soort ligt bruin op de deur. En ik kon van deze boom niks anders maken als de boom des doods, wat het ook is in alle culturen. Eeuwenoude begraafplaatsen staan altijd eeuwenoude taxusbomen. Ik heb alle takeinden, kleinere en grotere tot grote doodshoofden gehakt. Omdat die boom waarschijnlijk ook giftig is, nee niet waarschijnlijk, omdat die giftig is, is hij waarschijnlijk de boom des doods geworden. We staan hier bij het beeld Eurydice. Eurydice was een naiade, een zoetwatermeermin in de Griekse mythologie. Die stond voor de bescherming voor al het zoete water. Meren, rivieren, plassen. Eurydice was ook de vrouw van Orpheus. De mooiste naiade ooit. Ik heb haar gemaakt uit kastanjehout. Het is wederom mijn nichtje. Die lag in deze houding. Haar hoofd ondersteund door die arm daar en deze legt hier overheen. Tamme kastanjehout is heel hard en ook heel duurzaam. Want deze dame heeft ook op het water gelegen. Wat hieronder staat is geen sokkel, maar een luchtkist. Die drukt dat beeld boven precies op de waterrand. 160 kilo hout moet je omgekeerd evenredig 160 liter luchtkast maken. En dan gaat hij omhoog, anders ligt hij voor 2/3 onder water. 2 geleidingspijpen daarnaast. En het meer waar het lag in België, dat zakt in de zomer 1,5 meter en dan zakt hij mee. Er zaten 2 geleidingspijpen naast en heeft hij precies op het wateroppervlak gelegen. Vandaar ook die glimmende lak, dat is bootlak. Dan verweert dat beeld niet. We zien hier eigenlijk een stuk stam van een robinia. Die kreeg ik aangeboden 's morgens om 10:30. Die zat vol met fratten. Hier heb ik 2 fratten laten zitten. Hier heb ik ze weggehaald. Achter zitten ze ook weer. En ik zag onmiddellijk, daar komt een prehistorisch dier uit met een enorme bek. Een dinosaurus, dacht ik. Ik hang hem in de kabel, in de takel, horizontaal. En ik zie het, ik pak de kettingzaag, ik zaag dat zo in en zo in, keep ik dat uit. De bek is klaar. Ja, ik moet de tuit nog maken, dus ik zaag de taps toelopend. Pak de rasp dat rond, organisch. Ik haal die fratten hier nog af en maak hem glad. Ik hang hem horizontaal op. 's Avonds om 5:00 was ik klaar. Dat is de wereldkampioen snelheid. Maar dat beest was al gemaakt, hè, in de natuur. Je ziet hier een perenstam. En daar heb ik eigenlijk niets aan gedaan als voorzichtig de schors eraf gehaald. Zonder de huid te beschadigen. Daar hoef je niets meer aan te doen. Niet eens te schuren. Komt er echt glad onderuit. Hier zaten de takken. En die takeinden die had die boer al afgezaagd. En die boom was al geveld in de Betuwe. Maar die kon ik ophalen. En die takeinde heb ik een beetje organisch afgerond. Die scheuren hier een klein beetje verdiept. En daar staat dan de geknotte peer. Hierachter zien we nog de basis zoals ik ze krijg. Stammen, allerlei soorten hout. Een moerasijk, een linde, een noot. Een tamme kastanje, nog een noot. Een sequoia. Allerlei stammen. Het probleem is, die stammen die worden te droog en dan moet ik heel hard hakken. Daar heb ik niet zo'n zin in.
Vers hout snijdt het beste. Hè? Het water loopt eruit. Het liefste zaag ik een boom ergens om. En ga ik daar mee aan de slag. Dat snijdt goed. Een eik een jaar of twee gelegen heeft. Ik had al geen polsen meer gehad. Want ik moet 500.000 keer op de buiten slaan voordat ik een beeld heb. En dan is het keihard. Het geheim van deze smid. Hak ze vers. De flessenhamer en de guts. Het geheim van de flessenhamer is dat die rond is. En rond betekent altijd te raak. Ik kijk niet eens, ik sta hier met je te praten. En ik sla op de guts, is het altijd te raak. Nooit op mijn duim. Altijd te raak. En het geheim van de guts is dat hij aan de buitenkant een vouw heeft. Een beitel heeft aan de binnenkant een vouw. Een beitel die hapt in het hout, die sla je erin. En deze duwt er zichzelf uit door die schuine kant. En een schulpje een laag weg steeds.